Fortboerderij Dijkzicht, onder de rook van Schiphol. In 1999 neemt Paul Bos na een carrière als onder andere journalist en communicatieadviseur de boerderij van zijn vader over. Hij wordt boer en schaapherder. Wat ik zelf hier in eerste instantie meemaakte toen ik weer op de boerderij terugkwam na een heftige carrière in bedrijfsleven. Toen liep ik zomaar naar die schapen toe zonder me af te vragen wat die schapen eigenlijk van mij wilden. Dus wat betekende dat? Die schapen renden bij mij weg en ik was weer een uur bezig om ze weer op te halen omdat ze uiteindelijk niet verder konden qua afrastering. Dus toen zei mijn vader van, is het niet interessant om voordat je het land opstapt eerst af te vragen wat die kudde van jou wil? En dat is eigenlijk zeg maar metaforisch of een parallel naar leidinggeven aan mensen. Heel veel leidinggevenden merken wij hier nu op de boerderij in verschillende programma's, dat zijn eigenlijk bezig met hun eigen agenda te realiseren. En daar is op zich niks mis mee, maar dat kan alleen maar als het gaat met respect voor de agenda van de mensen zelf. Paul Bos raakt gefascineerd door de veranderings- en vernieuwingsprocessen die zich in organisaties afspelen. En is er steeds meer van overtuigd dat die zich op een natuurlijke manier moeten voltrekken. Paul geeft managementcursussen en leiderschapstrainingen aan uiteenlopende bedrijven en organisaties. En gebruikt daarbij zijn schaapskudde. Hoe natuurlijk is leiderschap eigenlijk? In de natuur of in ecosystemen, daar zit al leiderschap ingebakken. Een schaap of een ram, een moederschaap of een mannetjeschaap is eigenlijk niet zozeer leider omdat hij het zelf wil, maar dat bepaalt de groep. Dus de status heb je te danken aan wat je voor de groep kan betekenen. Het is eigenlijk heel interessant om daar naar te kijken van leiderschap is niet iets wat van buitenaf wordt opgelegd of wordt erin gestopt. Jullie hebben een leider nodig. Nee, het zit eigenlijk al in het systeem. En wat heeft schaaphoeden nou met leidinggeven te maken? Wat je van in ieder geval, ten eerste wat je van dieren kunt leren, is dat dieren eigenlijk heel primair reageren. Dus als je wilt kijken hoe je zelf overkomt bij anderen, en in dit geval dus bij mijn schaapskudde, dan hebben mensen de neiging om jou aardig te vinden, omdat ze denken van nou, misschien ben ik wel van hem afhankelijk voor mijn 13e maand of voor mijn leaseauto. Dus ze zullen altijd zeggen, u bent een aardige leider. Maar schapen die denken daar niet over na. Dus als ik zeg maar niet goed voor hun zorg, hun heel onrustig benader of verkeerde dingen doe, dan zullen ze bij me wegrennen. Een leider die alleen maar bezig is met volgelingen, dat schiet ook niet op. Maar hoe breng je dat dan over? Nou, door eigenlijk soms stil te zijn als leider. He, dus bijvoorbeeld, we gaan nu bij de kudde even kijken. En die kudde heeft nu de eigen dynamiek. Er liggen er een paar. Ja, lekker. Sommige liggen te herkauwen. He, sommige lopen te eten. In principe is dit een groep individuen, wat je nu ziet. Maar als we naar binnen lopen, dan ontstaat echt een kudde-idee. En dat doen ze alleen maar op basis van bedreiging. Dus ze gaan bij elkaar staan omdat ze bang zijn voor ons. Kijk, er vindt meteen al een soort concentratie plaats dat ze bij elkaar gaan staan. Wat zegt dat? Nou, daar zoeken ze de veiligheid. Kijk, als je nou eens hier blijft staan en ik loop even om. Kijk, dan die achter mij lopen, hoef ik niet eens druk over te maken, die komen er vanzelf bij nu. Dus ze willen gewoon nu bij elkaar zijn. En die komt ook straks, hoef ik niet eens druk over te maken. Dus een schaap alleen is in principe helemaal niks. En uiteindelijk is dat wat het mij leert. Als je de wetten van de kudde niet kent, of de wetten van burgers, of de wetten van studenten, of de wetten van managers, dan kun je er ook geen leiding aan geven. Onze manier van leiding geven is heel erg veranderd. Dus in Nederland was er zeg maar een heel veel ervaring met een Rijnlandse manier van leiding geven. Dus het gaat uit van dat je de vakmensen in staat stelt om hun werk te doen. En de manager is gewoon dienstbaar aan de vakmensen op de werkvloer. En er is een Angelsaksische cultuur overheen gekomen uit Amerika, uit Engeland. Waarbij je zegt van nee, het gaat eigenlijk om rendement. Dat is het belangrijkste doel. En hoe je daar komt is eigenlijk niet zo van belang. Als het maar zoveel mogelijk output oplevert. En dat oude Rijnlandse model, dat zorgde voor input. Dat herken ik heel sterk als boer ook, als schaapherder.
gewoon de goede dingen erin stoppen, dan komen er vanzelf ook goede dingen uit. Terwijl die andere Anglo-Saxische cultuur die zegt van nee, als we nou maar zorgen dat het zoveel procent rendement oplevert, dan moeten we onderweg maar kijken hoe die mensen dat met elkaar gaan organiseren als een soort productiemiddel. Je had hier laatst een groep rondlopen met een kudde schapen. Kun je vertellen wat je daarmee hebt gedaan? Het was een groep van 40 mensen die de hele dag eigenlijk vrij individueel mensen medisch keuren. En onderling elkaar niet goed kunnen vinden vaak in de samenwerking. En dus ook missen, zeg maar, dat vaak dan in meerwaarde op kan leveren. Dus wat we dan bijvoorbeeld zo'n dag doen, is dat we aan de groep vragen om zich op te splitsen in een ontvangende groep en in een sturende groep. En de ontvangende groep gaat in een soort U-vorm staan. En de sturende groep gaat de schapen ophalen. En die proberen de schaapskudde in die ontvangende groep te drijven. Als een soort levende kraal, een levende omheining. En wat ze dan vaak ter plekke ontdekken, dat je kunt met 40 man gaan lopen schreeuwen en afspraken maken. Maar je kunt ook kijken of je elkaar kan aanvoelen. En die schapen bepalen de dynamiek. Het is niet dat jij onderling, zeg maar, bepaalt hoe de samenwerking eruit ziet. Nee, de schapen, lees de kandidaat die gekeurd moet worden, die bepaalt uiteindelijk welke vorm van samenwerking je moet kiezen. Dus toen die schapen bijvoorbeeld zichzelf erg opgesloten voelden, hadden ze met elkaar meer ruimte moeten maken. Wat ze ter plekke gewoon eigenlijk niet goed zien. Dus die kudde gaat dan draaien, zo om hun eigen as, waardoor ze te veel opgesloten zitten. En dan vraag ik aan de mensen, doe een stapje achteruit. En dan doen ze allemaal een stapje achteruit, weten niet waarom. En dan zie je opeens die kudde stil gaan staan. Het gaat alleen maar over ruimte. En dat is vaak heel mooi om te zien. En mensen hebben vaak zelf nog niet helemaal goed door waar het echt over gaat. Maar vaak in de afsluiting hoor je mensen zeggen van, ja, gewoon bijzondere dingen meegemaakt. Ik kan ze niet goed plaatsen. Maar wat geven we eigenlijk weinig ruimte aan elkaar? Hè, dus bij het verdelen van de taken in een organisatie hoef je niet altijd te zeggen precies wat de ander moet doen. Je mag ook gewoon eens kijken van, wat denk je zelf te gaan oppakken? Wat voor leiderschap hebben we nodig in de toekomst, denk je? Ik zie een leiderschap wat van beneden naar boven denkt. Dus dat betekent dat een leiderschap, zeg maar, er niet van uitgaat dat je van boven naar beneden dingen kan aansturen. Maar dat die leider, dat die verbinding maakt, zeg maar, met wat er op de werkvloer van de samenleving of bij een bedrijf aan de hand is. En dat je dat kan verbinden tot een gezamenlijke activiteit. Dus van onderaf aan. Dat is heel moeilijk, want dat betekent dat je gewoon even in het magazijn moet gaan praten. Of even in de wijk of de buurt moet gaan praten. In plaats van alles vanuit je veilige kantoorstoel te doen. En ik zie ook wel een leiderschap wat sowieso uitgaat van op verschillende momenten op verschillende borden kunnen schaken. Dus dat noemen ze wel situationeel leiderschap. Met die rammen moet je even anders leiderschap tonen. En soms ook jezelf even laten zien als krachtige partij. Dan dat je, zeg maar, een ooi wat drachtig is moet begeleiden. Wat veel rustiger moet en veel meer empathisch. En dat zie je natuurlijk uiteindelijk in organisaties of in samenlevingen ook. Dus in paniek situaties moet je ander leiderschap tonen, zeg maar, dan dat je net met iets nieuws bent begonnen waar iedereen zin in heeft. Dus ik denk dat situationeel leiderschap. En dat eerste wat ik zei, dat intrigeert me erg, van beneden naar boven. Ja. Ik denk niet dat heel veel mensen rukzichtloos gaan omschakelen. Maar er is wel een algemene tendens gaande dat leiderschap steeds meer gaat over de ander dienen. Waarbij mensen weer plezierig in hun werk komen te staan. Wat denk leiders veel meer nog zouden kunnen doen, is gewoon eens op afstand kijken. Hoe bewegen mijn mensen zich, samenleving of een bedrijf, hoe bewegen mensen zich gewoon zonder mij?